Power. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Minecraft Survival en het is een nieuwe aflevering. En check de nieuwe swag bling bling van de enige echte Vincent. En het is geen 50 cent, het is wel Enzo Knol. En ik doe aan survival. Bam, bam, bam. Abonneer nu op Enzo Knol. Ik kan heel goed survivalen. En een bakker en geen drol. Wat? En ik doe het voor de lol. Hey! Ja. Anyway. Ik hak dirt nu met mijn pickaxe. Oh, ik kan ook. Zo noob ben ik inderdaad wel. En ik ben een loser, want stop dirt in de open haard. Die was bazig. Oké. Duimpje omhoog voor dit bazige intro. Anyway, leuk dat jullie kijken. Dat verdient echt wel even twee eieren. Ploep, ploep. Oh. Auw, gewoon op mij! Hey! Awesome. Oké, leuk dat jullie allemaal kijken. We gaan weer even verder. We gaan verder met de kerstboom. We gaan hem een groter, veel mooier, vetter, gaver maken. Op mijn bakjes, jongen. Baby! Hey, er komt een kip uit! Nee, kip, volg mij. Heb ik zoiets? Ja, ik heb zoiets. Zie je, kip. Ja, dan gaan al die anderen jou ook volgen. Nee. Waar heb jij? Ga er niet voor staan, dude. Oh, ik duw naar je toe, hier. Ja, goed zo. Ga naar Enzo, Enzo is lief. Kippetje, kom maar, ik heb een stukje worst. Ik heb worst, moet jij ook. Kippetje, ik heb worst, kom maar. Ik durf de hekken niet openen. Kom maar, kippetje, ik heb worst. Hop, omhoog. Oké, wacht. Oké, nu is het goed. Waar is de hek? Hier. Oh fuck, holy shit, er staan wel heel veel. Kijk, al die kippen kijken. Ah joh, het is maar een kuiken, die krijg je uit honderden eieren. Ja, fuck die kuiken dan ook maar. Je gaat dood, kut kuiken. Zo, sterf! Oké, ik pak even snel die eieren. Want ik wil eieren gooien. Wow, 15 eieren in één keer. Die farm moet ik echt even op een andere plek maken. Op een andere plek maken. Geen één kip uit 15 eieren. Like, what the fuck? Ik ben al bij de boom. Oké, ik kom er ook aan. La 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 la. La 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 la. Hey, zijn jullie allemaal een beetje in de kerst? Serieus, je had me echt goed te pakken hier zo, hè? Oké, ik ben bijna bij de boom. Nee, je sloopt de Prins Zeppelin. dit moet ik straks nog even maken trouwens, want ik weet zeker dat ik hier een keer ga vallen. Anyway, we gaan de boom afmaken. We gaan hem spectaculair maken. En ons doel is om hem te eindigen met een hele mooie, prachtige piek, natuurlijk. We gaan de boom laten pieken. Ja. Wow, waarom is dit weg? What the fuck? Oké, ik haal al die torches weg. Dat kan niet zo. Zo, hoppatee. Die torches zie je niet, of wel? Ja, als het donker is alleen. Maar we moeten eigenlijk of een buitenlaag maken nog. Dit is hetzelfde. Nee, kijk, zie je hier wat ik doe? Waar ben je? Nou, ik kom nu naar boven. Je bent aan de andere kant. Hallo! Kijk, we doen in plaats van één, doen we nu twee. Twee lagen boom. Ja, goed. Snap dus je? Dus we leggen gewoon een laag erbovenop. Ja. Oké, weet je wat handig is? Dan doen we hierheen en dan lopen we gewoon zo achteruit. Oké, dan kunnen we niet vallen. Oh shit, welke kleur moesten we nou doen? De donkere eerste, hè? Dat is vet slim voor mij, dude. Wat? Kijk, hier, ik zal het aan je laten zien. Op zich is dat best handig wat ik heb gedaan. Kijk, waar ben jij? Oh, daar ben je daar. Kijk, dan plaats je hier. Plaats je dus, hier moeten twee lagen. Dan plaats je hierheen. En dan ren je naar die andere kant. En dan plaats je hierheen. Ga je ertussen staan. Ja, dan doe je gewoon zo. En dan gaat het vet snel en dan kan je er niet afvallen. Oh mijn god, en zie je, Enzo wordt wel high-skilled Minecraft, hè? Of je houdt rekening mee, je weet ongeveer Enzo waar het stopt. Ja, Enzo Knol wordt vet goed, man. Oh, dat betekent niet goeds. Dus dit gaat, jongen, dit wordt zo'n gruwelijke swagger kerstboom, sowieso. Maar ik weet niet of dit het grootste wordt. Wie heeft er nog meer een kerstboom dan in Minecraft? Ik heb nog niet iemand anders zien doen. Ja, ik volg niet heel veel andere mensen. Heeft Milan er een? Nee, geloof het niet. Oké, nu hebben we twee lagen. Ik heb er ook geen een. Nu moeten we van deze nog twee lagen hebben, of niet? Oh. Ja, moet nog een laag op. Ja. Zo, up, hier nog een laag op. Oh. Oké, op zich hoef ik hem niet meer. Je hebt daar al een blokje tussen gedaan, dus ik kan er gewoon rustig naar achterlopen. Oh fuck, ik ben nu alweer op, man. Heb jij nog meer leaves? Of hadden we nog ik heb inmiddels zat van die blaadjes.
Hadden we nog in die kist leaves, zeg maar? Nee, ik heb ze allemaal gepakt. Kijk, okay. Even kijken. Nu heb je hier twee lagen. Kan je me die donkere geven? Gewoon één stuk. Ja, deze. Zo, ja. Hier heb je... Zo, kijk, en dan pak je hem holy zo. Holy shit, je had nog genoeg, ja. Kijk, doe je gewoon zo. Kijk, dan blijf je in die strook lopen. Oh, dat is pas slim. Als jullie af en toe wat horen, zoals nu de hond blaffen, dat kan heel erg goed. Dat komt omdat ik ben dus bij mijn vriendin. En die heeft een hond, zoals jullie net hoorden. Het was geen kip. Wat, hey, hoe zou dat zijn? Hey? Dat zou... Oh, ik zal eerst even mijn verhaal afmaken. Maar anyway, hebben we nu twee lagen? Oh, hier moet nog één bovenop. Hier moet nog één op, ja. Oké. Okay. En het... dus af en toe kan je wat horen, maar daar kan ik verder niks aan doen. En dat gebeurt gewoon. En het zal niet zo hinderlijk zijn dat die hond naast me gaat staan en dan gaat blaffen. Dus ja, de microfoon op gaat eten of zo. Dus je zal nergens last van hebben, hij blaft af en toe een keer. Ja, dus dat zal niet zo erg zijn. Even kijken. Oh, nu kunnen we zelfs hierboven gaan staan zo. Hop, 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 hop. Ja, maar wat wil je doen? Alleen nog die donkere nog de hele tijd? Hop, hop. Ja, die donkere. Kijk, ik heb nu al een stack er doorheen. Het gaat snel, man. Ja, jezus. Hier zijn echt veel... wow, hier is nog niet afgemaakt. Hier moet nog een tweede. Hier, ik ga je inpakken, ja. Bitch. Oh, maar wat ik lekker. Wil zeggen is... Stel voor... Wat zou het zijn... Als je gewoon een kip ziet opeens? En daar heb ik al vaak over nagedacht. Ja, ik heb een hele rare fantasie. Dat is echt heel apart. Maar als je bijvoorbeeld een kip ziet... En die doet opeens woef. Dat zou gebruut zijn. Dat zou toch raar zijn? Dan zie je hem in één keer zo met een pootje omhoog tegen een takje aan pis of zo. Ja, maar of als bijvoorbeeld een hond opeens in plaats van zo'n poepbeweging ook zo gaat zitten, maar dan een ei laat. Oh, je hebt wel een hele rijke fantasie. Dat is een hele rijke fantasie, maar het zal je maar gebeuren. Je koopt een hond, die poept opeens een ei. Zo, hey. Alsjeblieft, baasje. Ja. Eismaak. Ja, dat zou wel heel tof zijn. Dan hoef je ook niet meer naar de winkel eigen te halen. Nee, hoef je geen eigen meer te halen. Nee, dat is wel een nieuwe... Oh, dat is gewoon een knolhond. Die kan gewoon een eieren laten, een knolhond. Uh-oh, dat betekent niks goeds. Ik heb trouwens geen leaves meer, jij wel? Oh, ja, je moet er trouwens ook af en toe die belichten ertussen doen. Dat zei ik net tegen je. Dat zei ik wel in het donker, zeg je ja, is goed. Oh, ja, ik zei gewoon ja. Maar ja, maakt niet uit. Ik plaats wel af en toe even wat belichten ertussen. Nee, niet kijken. Ik plaats net... Een kerstbal. Oeh, mocht je niet zien. Je moet straks plaatsen. Ik plaats wel even wat licht af en toe. Oh ja, is goed. Dan plaats ik donker en dan plaats jij mijn licht wanneer je tijd hebt. Ja, ik heb toch nog genoeg lichten, dus. En zoveel lichten hoeven we er ook niet in. Oh nee, maar dat zouden we doen. Ja, ik weet het al. Oh, ik weet het al. Ik hoef geen eens deze lichten te doen. Wat dom. Die lichten moeten eruit. De bovenste laag moet allemaal met licht. Omdat de zon, die schijnt natuurlijk vanaf de bovenkant op de boom. Dus de bovenkant van de boom is altijd licht. Ik snap het helemaal mooi en zo. Ja, dat is, jongen. I got this, man. You nee, ik bedoel het goed, hè. Ik bedoel het goed. Peace, ja, peace. Weet ik, maar ik bedoel ze van I got this, you know. Dus jullie maakt hem nu verkeerde kleur, hè, want dit is de bovenkant. Nee, dan. Dit is de goede. Dit is nog niet nee, de bovenkant. Kijk, dit is de lichte kleur. Nee, er moet nog één op en dan heb je de bovenkant. Kijk. Okay. Zo. Is goed. Oh, laat me even snel staan. Oeh. Kijk, nog één laag. En dan heb je de hele bovenkant. Oké, nu maken we die binnenkant, dan maak ik die wel laag. Nu mag je de lichten doen. Oh ja. Yeah. Als iemand weet welke YouTuber ook een boom heeft gemaakt en die is groter dan deze, laat me meteen weten, dan maken we meteen nog grotere. En ze knollen de grootste kerstboom die er is. Kerst is al lang voorbij tegen die tijd. Ja, maar maakt niet uit. Ik heb een berichtje van, die heeft de grotere kerstboom hoor. Kerst mag je vieren tot oud en nieuw, hè. Ik heb niet meer veel van die lichten. Nee, ik heb niks meer. Oh, ik heb nog wel van die lichten. Ja? Ja, hier. Ik geef je de halve stack. Oké, okay, gooi ze omhoog als je wil. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Gaat dat lukken? Ja, omhoog kijken en dan in je inventory kijken. Zo, hè? Oh. Never mind. Wacht, ik moet er ook nog in. Zo, oké. Okay. Oh, yeah. Oké, okay, epic. Oh. Ah, die hoef ik niet weg te halen. Heeft toch geen nut. Je krijgt hem toch niet terug. Zo, deze is erop. Het wordt een mooie boom. Maar dat zal wel sick zijn, man. Weet je waar ik wel eens aan heb gedacht? Nou? Is dat wat ik dus zei over die... Oh, de piek! Dit is een mooi moment! Oh! Nee. Oh nee, je had nog een blokje dingetjes eronder moeten doen. Dan is die hoger. Oh ja, kijk. Tuurlijk. Zo, ja. Wacht, dit is een heilig moment, hè? Oké. Piek wordt geplaatst. Wacht, nou, nee, ik weet iets vets. Jij plaatst hem en dan ga ik kijken vanaf beneden hoe dat eruit ziet. Oké.
Tjong, 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 tjong. Oh, oh, hier missen trouwens allemaal leaves trouwens. We moeten het straks even goed doen, maar maakt niet uit. Oké, wacht even. Oh, holy shit, deze boom is huge, motherfucker. En zo, ik ben hier. Ja, wacht even. Ja, je ziet me nu niet. Even kijken, kunnen we vanaf hier goed zien? Oh nee, nee. Moet je toch iets verder gaan staan. Holy shit, ja. Maar deze is wel groot. Ga op de springplank staan. Ja, ik sta nu op de duikplank. Okay. Dude, ja. Deze boom is groot. Maar... Hallo Enzo, ik sta hier. Weet je hoe lillig dit eruit ziet? Want die, hoe heet dat? Het hout van die kerstboom is 2 hoog. En er staat gewoon echt een 1000 kilo boom op gewoon. Like, what the fuck? Oké, ben je klaar? Oké, ik denk dat we nog één stukje leaves op moeten doen. Want anders kan je hem niet goed zien, denk ik, de piek. Oké, zo. Juist, en nu erop. Oké, dan ga ik erbij springen. Komt ie. 1, 2, het is heilig moment, hè? Doem, 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 lijkt net een, vuurtoren! ik denk trouwens toch dat hij nog eraf moet, één lief. En dan de... En dan de blok. Kan je hem wel hakken? Heb je een axe bij je? Ja. Oké, komt ie, ja. Dam, dam, dam! Oh, sick! En ik had ook gehoord dat jij... je had net verteld dat je ook nog een kerstverlichting had. Ik had kerstballen. Jij had kerstballen. Wat voor, heb je, hoeveel heb je daarvan? 27. Zou dat genoeg zijn? Ja, weet ik niet. Oké, wacht. Ik drop even wat vier van erin. Zou ik er eens wat in gaan plaatsen? Oh, hier zijn nog die donkere leaves. Nice. Kijk, dat nodig. Dit zijn de kerstballen. Oké, even kijken. Oh, nice. Ik zie iets roods. Nice, dude. Zijn er mooie kerstballen? Ja, ik ga even vanaf de springplank weer kijken. Dude, dit ziet er sick uit al, man. Ja? Ja, mooi. Het ziet er al nice uit. Echt episch. Okay, dit moet ik straks echt even gaan maken, dat van Ronald, want het ziet er niet uit nu. Oh, kom op, erop en zo. En wat ik nog wou zeggen is over die fantasie met dat hondengeval en ja, dat ga verder. En dat soort shit, is dat... Oh, hoe kom ik nu verder omhoog, dude? Ja, niet. Ik plaats ze wel, kom maar goed. Dan mag jij kijken hoe ik ze plaats. Oh, jee, Enzo, je hebt de boom gesloten. Ja, maar kijk, hier zit allemaal gaten in, weet je wel. Ah joh, gewoon erbij langs. Oh. Hop. Bloop. Kijk, die gaten wil ik even opvullen. Als het goed is die boom langs... die gaat langzamerhand natuurlijk kapot. Deze boom? Ja, dat nee. Kan. Ja, dat kan. Nee, deze gaten heb ik gemaakt, hè. Alle? Ja. Zoveel? Ja. Oh nee, niet dit. Hoezo gaat die kapot? Omdat het niet aan hout vast zit. Ah nee, die heb ik wel gemaakt, die gaten. Oh, dat ja, die is... gaten heb ik wel gemaakt. Nice. Maar het ziet er wel heel knullig uit, dat je gewoon zo'n klein stukje boom erop hebt. Nou, de kerstballen zitten in de boom en zo. Oké, epic. Zo. Ja, werd die vuurwerk afgestoken. Zo. Ja, ik dacht, jij knalt er een fles champagne bij open bij de kerstboom. Ja, ik heb de kerstboom af en we knallen meteen champagne er doorheen. Oh, dat ziet er vet cool uit vanaf hier. Ja, waar ben je dan? Hier. Oh, je bent daar. Je moet nog een gooie pieker opzetten. Nog een gouden. Nog één? Ja, eentje. Nog één. Hé, misschien doe ik zo. Kijk, misschien op deze manier. Snap je mijn idee? Dat je zo'n vet grote ligt. Snap je? Nee, dat zou ik niet doen. Kut, ik heb die goldblok net in de chest gedaan. Oh, dan plaats je hem in de volgende aflevering. Ja, dat ga ik doen. Wacht, ik kom naar je toe en... Je moet dit eindshot zien, hoor. Ja, we willen het eindshot zien, inderdaad. Hij is wel vet geworden, man. Onze missie is geslaagd. En nogmaals, weten jullie in andere YouTubers een grotere boom? Laat het me meteen weten, jongen. Bel me desnoods op 06... Ja, dacht het even niet, hè. 0611 en de rest komt vanzelf. Dan kan je me altijd bereiken. Ja. En heb je nou... Ja, je hebt verlichting over de hele kerstboom. Trouwens, eronder is wel een beetje kleine verlichting. Maar we gaan hem nog verder op. Er zit nog geen licht in. Ja, er zit wel verlichting in. Oh, kerstboom bedoel ik. Verlichting nog niet. Maar wat voor kleur kan je dat doen? Torch, denk ik. Torches. Of tuurlijk! Redstone! Torches. Redstone torches? Ja, dan bestaat dat? Ja, pak je redstone en dat doe je op een stok. Nee, serieus? Ja, ik maak geen grapje. Maar redstone is op. Heb ik geen redstone? Nee, dat zijn niet kerstballen. Serieus? Ja. Oh, dan moeten we redstone weer gaan hakken. Je kan ook nog zilveren ballen maken, dan moet je iron gaan gebruiken. Oh, zilveren kerstballen. Maar die doen we zilver ook gewoon ertussendoor.
Oké, dan maak ik even zilveren kerstballen snel voor je. Oké, awesome. En dan ga ik even dit stukje nog plaatsen. Want dit ziet er echt lelijk uit hier van Ronald. Ik heb 8 zilveren kerstballen voor je. Niet? Zo. Waarom maak ik er niet meer? Hop. Jij hebt tot nu toe samen met Milan gewoon echt een... Jij hebt als enige een bed trouwens. Volgens mij. Tuurlijk, ik slaap niet graag op de grond. Ik ben geen goblin. Oké, ik heb 7 kerstballen voor je en zo. 7 kerstballen? Maar ja, hoeveel iron kost 1 kerstbal? Ja, 9, maar dat maakt niet uit. Wow, heb je allemaal iron geneukt? Verneukt bedoel ik. Ja, maar je doet die blokken, die hak je straks weer en die doe je in één blok doe je in die crafting table en dan krijg je alle blokjes terug. Oh fuck, wat doet die koe hier? Huh? Die had lag. Wow, koe, jij had lag. Kijk, hier, Enzo, hier. Nog 7 kerstballen. Dude, nee, maar hoeveel? Haal je later eruit. Eén zo'n blok? Zijn hoeveel iron? 9. En die kan ik weer eruit halen? Ja, dat doe je. Dus E. Ja. En dan zet je één zo'n blokje in die crafting ding en dan krijg je weer 9 blokjes ervan. Zie je dat? Oh ja, epic. Oké, nice. Dus die plaats je in de kerstboom nog even, dan heb je nog meer ballen. Oké, deze ga ik inderdaad nog even snel plaatsen. Epic, man. Ik wil een keer zo'n iron huisje dan hiervan hebben, van iron of zo. Zo. Ja, druk. Kan je Lies meenemen, trouwens? Van die alweer? Bruin? Ja, want ik moet nu weer naar boven, maar dat kan ik alleen doen als ik wat Lies weghaal. Anders kom ik niet in de boom. Oké, wacht voor mij, dan geef ik het. Ik wil wel kijken als je ze plaatst, want dat is het mooiste wat er is. Dan kom ik weer naar je toe. Kijk, ik geef jou een hele stack nog van die donkere hier. 1, 2. Nice. Zo. Oh yeah, ish, gecatcht. Oh yeah. Vangbal! Jij bent hem! Tikkie! Geef hem niet door, want ik wil me nu verstoppen! Oh fuck. Oeh, viel bijna naar beneden. Maar laat je het eindresultaat niet kunnen zien, hè? Komt in één keer zo'n mannetje uit die boom zetten. Hallo, ik ben er ook. Ja, eigenlijk moeten we nog een soort van... Ja, maar daar zijn we een beetje te laat voor dan, hè? Kerstboom is eigenlijk nog... Oh shit, dit is het lichte. Shit, dan moet ik even snel aan de achterkant. Oh nee, ik kan... Tuurlijk, wat dom. Ik kon gewoon via de kerstballen naar boven. En ik moest nog even wat plaatsen, dus ik moest... Je moet het hier plaatsen, dan kan je het zien vanaf uit je huis, hè? Anders moet je het... Naar de achterkant is zo zonde. Oké, zo. Naar rechts. Ja, daar. Hier? Ja, en links omhoog. Hier? Nee, terug, links. Hier? Ja, daar ja. En rechts. Hier? Nee, eentje naar beneden nog, verdieping. Hier? Ja, perfect. Ik heb er nog één. En dan daar, waar je nu staat. Hier, bijna, hier zo nee, onder. Nee, rechts, hier. Ja, rechts. Ja, daar, een beetje aan het einde. Hier? Ja, daar. Nice, ja, okay. Oh, perfect! Ja, ik wil weten hoe het staat, ouwe. Serieus? Dit is perfect. Okay, ik denk dat jij precies hetzelfde had gedaan. Oké, okay, kom eraan. Vet kut muziekje. Hela, hop. Oh, yeah! Oh, dat is echt een vette kerstboom zo. Dude, we hebben gewoon... Deze kerstboom is ook echt fucking dik, okay, gewoon. Oké, box. Box, ouwe. Oh, nee! Oh, nee! Oh, gewoon op de boom. Ik denk, die valt wel in het water. Oké, ik pak je spullen. En bedankt allemaal voor het kijken. Vincent, heel erg tof dat je even mee wou doen. Check allemaal even het kanaal van Vincent in de beschrijving. En jij had in bed geslapen, dus je bent er alweer. Nice. En de volgende keer zullen jullie weer een andere YouTuber zien. En doe even een gokje anders in de... Beschrijving in de beschrijving, tuurlijk. Hè? Sinds wanneer kunnen jullie in de beschrijving komen? Doe even. Ja, zet even alles in de beschrijving, jongens. Ik weet dat jullie het kunnen. Mag deze keer. Laat even een reactie achter als je denkt te weten welke YouTuber de volgende keer komt. Het is in ieder geval een YouTuber die heel veel verstand heeft van Minecraft. Dat is alvast een tip. En het kan beginnen met een L of een V. Het zijn nog veel te veel tips die ik weggeef. Maar maakt niet uit. Anyway, het is een grote kans dat hij komt. Ik kan niet 100% zeker zeggen dat hij appels! Komt. Twee appels! Awesome. En ik zie jullie de volgende keer en dat is morgen. Dankjewel allemaal voor het kijken. Laat toch even een blauw duimpje achter. En wil je nou meer Minecraft zien, vergeet niet te abonneren. En later. Fijne kerst allemaal. Peace. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Doom. Times if we bring to you and your king.
good time is voor Christmas en een happy nieuwjaar. We hebben hier een appel. Tam tam tam. Nog een appel. Oké, dat outro is veel te lang. Later. Knol Power.